Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspelen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren podcast. Bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over schone Olympische Spelen. Zijn we op de goede weg? Met dank aan het hertesten worden de Olympische Spelen van Londen inmiddels gezien als de vuilste Spelen ooit. Vooral het wijdverbreide dopinggebruik in de atletiek heeft hieraan bijgedragen. Hoe staat de moeder aller sporten er 10 jaar later voor? De gast is Marco Knippen, de sportjournalist in ons land die steeds weer de juiste tegels weet te lichten als het gaat om misstanden in de sport. Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Welkom, nieuwe aflevering. Ja. Stap 6 in onze doping specials. Wederom een bijzondere gast, een zeer gerenommeerde sportjournalist. Werkzaam bij Dagblad van het Noorden. Je zou denken, Noord-Hollands Dagblad. Ja, sorry. Ja. Ja. Regionale krant, maar zijn daden en zijn rijk is veel groter dan dat. Zeker. Voor de mensen die Marco Knippen niet kennen, wie is hij? Ja, ik vind het ontzettend jammer eigenlijk dat hij in die regio schrijft. Dus ik kan eigenlijk zijn stukken vaak niet lezen. Maar wel als hij ze samenschrijft met NRC bijvoorbeeld. Ja, hij is sportjournalist van het jaar geweest, 2015. En volgens mij het afgelopen jaar heeft hij de Scoop gewonnen. Ook al zal hij niet snel dat woord gebruiken. Een prijs van de Nederlandse sportpers is dat, hè? Ja, en dat ging met name, dat ging erom dat hij dat turnmisbruik toch aan de kaak heeft gesteld en echt op de agenda gezet. Ja. Hopelijk worden daar stappen ondernomen. Ja, en ik denk dat we met name gaan hebben over het onderzoek van een paar jaar geleden, waarin hij duidelijk naar voren bracht dat er in de atletieksport bloedpaspoorten met afwijkende waarden, dat daar niet amper actie werd ondernomen. Ja. En dus hij zit wel goed in het veld. En, ja. Hij weet veel van de internationale context. Dus ons plan is om eens een aantal regio's in de wereld af te gaan, hem daarop te bevragen. Ja. En dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, wat kunnen we dan verwachten als Tokio plaatsvindt? Of in ieder geval de volgende Olympische Spelen. Ja. Nou leuk, hij is de gast, hij zit er al, hij is virtueel bij ons aangeschoven. Goedemorgen Marco Knippen. Goedemorgen Marco. Goedendag. Hey, leuk, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Voordat we aftrappen met al het onderzoek en alle kennis die jij hebt, willen we jou toch ook even dezelfde openingsvraag stellen die we al onze gasten in deze serie stellen. En dat is, wij zijn de Slimmer Presteren podcast. We hebben 42 afleveringen gemaakt over alle dingen die je kan doen om slimmer, beter, harder, sneller te trainen en te presteren. Maar ja, ergens ga je op een gegeven moment de grens over. En dan wordt het doping of strafbaar of niet zo slim presteren. Waar ligt wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren en doping? Officieel natuurlijk in het onderzoek ligt de grens natuurlijk bij de dopingregels zoals ze zijn opgesteld. Nou weet ik dat daar veel op af te dingen valt en discussie over is. Maar ja, ik trek de grens toch wel iets breder. Ik kijk ook gewoon toch wel naar het eerlijke speelveld. En er zijn ook middelen bijvoorbeeld, als je kijkt naar de schildklierhormoondiscussie, die natuurlijk een tijd geleden heeft gespeeld, wat ik in 2018 met Nieuwsuur heb gebracht. Ja, dat is voor mij ook zo'n middel wat niet op de dopinglijst staat, maar wat je wel eigenlijk alleen
met toestemming kunt gebruiken op het moment dat dat bijvoorbeeld door een endocrinoloog is vastgelegd. En je dus zeg maar medische noodzaak daartoe moet hebben. Ja. En dat zeg maar dat grijze gebied verkennen, daar vind ik ook al vormen van doping in. Nou, daar ontstaat hier een heel mooi bruggetje, Jurgen. Want vorige week sloten wij af met Herman Ron. Ja. Ver over tijd, 5 kwartier waar we mee toe, riep jij nog, gaan we het dan niet over de schildklieren hebben? Toen zei ik, nee, doen we niet. Laten we het toch maar doen. Marco, misschien moet je toch voor onze kijkers en luisteraars die dat verhaal niet zo goed kennen, even vertellen, wat speelt er rondom de schildklierhormonen? Nou, eigenlijk als je teruggaat, zie je al rond die spelen die jullie introduceerden, 2012, hoor je eigenlijk daar al toch anekdotische verhalen, vooral over gebruik van thyroids, de schildklierhormoon. En nou ja, dat is natuurlijk vooral, kan je daarmee een aantal positieve gevolgen voor jezelf creëren. Training technisch biedt het voordelen. Het biedt voordeel om bijvoorbeeld snel in een korte, relatief korte periode tijdens een seizoen te kunnen afvallen. Wat natuurlijk interessant is, omdat je vaak natuurlijk op gewicht moet zijn als je piekmomenten eraan komen. Want in het seizoen kan je niet zoveel meer doen met voeding als het om afvallen gaat. Dus dat biedt voordelen. En Nieuwsuur en ik, Guido van Gorp van Nieuwsuur en ik, ontvingen zeg maar ook die anekdotische geluiden in 2018 op, maar toen trok het zich door naar schaatsen. En daar zijn we eigenlijk op aangehaakt. En werd toch wel duidelijk dat in ieder geval in het schaatsen en ook rondom de Spelen van 2018... veelvuldig gebruik werd gemaakt van schildklierhormoon. En nou ja, even om het in de context te plaatsen. In de praktijk is het zo dat misschien 5% van de Nederlanders heeft last van schildklierproblematiek. Meestal op een wat oudere leeftijd, vanaf 50. Als je dat zou vertalen naar topsport, zal dat dus nog lager liggen dan die ongeveer 5%. Mm. En het lag beduidend hoger onder sporters van relatief natuurlijk jongere leeftijd. Je mag ervan uitgaan dat ze gezonder zijn. En er waren weinig gevallen bekend van schildklierpatiënten binnen de topsport. Er waren wel 1 of 2 waarvan duidelijk was, ook voordat die hele discussie ging spelen, dat ze schildklierpatiënt zijn. Hebben daar ook nooit schimmig over gedaan. Maar het aantal wat wij hoorden en wat uiteindelijk ook wel bevestigd werd gaandeweg, was echt een veelvoud daarvan. Ja. En kon je echt niet relateren aan wat gebruikelijk is. Ja, heb je dat dossier, hou je dat nog een beetje bij? Weet je een beetje de stand van zaken nu? Want je hebt destijds ook de KNSB wakker geschud. Je hebt een aantal sportartsen mogelijk wakker geschud. Kun je wat vertellen over het vervolg daarvan? Wat is er ten positieve iets gedraaid? Nee, dat is juist heel gek. Overigens schudden we niet alleen sportartsen wakker, maar we maakten ook duidelijk dat een aantal sportartsen de faciliteerders waren. Ja. En dus niet dat het via de endocrinologische weg verliep. Wat natuurlijk vanuit die hoek ook juist de grote kritiek gaf. Sportartsen hou je bij de leest. Ja. Wat je eigenlijk hetzelfde zag in 2012, want toen speelde het vooral rond de groep van Alberto Salazar. Ja. Nu wel bekend natuurlijk, inmiddels. Werd het eigenlijk heel stil. En er zijn een paar gekke elementen. Er zijn twee grote dopingautoriteiten die het al 10 jaar lang ongeveer op die lijst probeert te krijgen. Amerika, Groot-Brittannië. Nederland heeft zich daarbij aangesloten. Mm-hmm. Ieder jaar zie je eigenlijk dat ze daar meer nadruk op proberen te leggen. Maar het komt er niet doorheen. Maar ik zag ook uitgerekend in het jaar dat Nederland een expert in het panel had wat dat zeg maar kan agenderen. Ja. Toen was Nederland niet zo nadrukkelijk aanwezig in die discussie. Dus dat heeft me verbaasd. Ja. Want dat was eigenlijk zo'n moment geweest dat je dacht van, nou ja, als je nu een poging kan wagen, dan is het nu. En wat me ook heeft verbaasd is eigenlijk dat inderdaad het rondom het schaatsen heel erg stil geworden is. We hebben natuurlijk nog gehad dat na die zomer waarin Nieuwsuur en ik publiceerden, Irene Wüst naar buiten kwam en aangaf dat ze schildklierpatiënt was. Wat tot dat moment ook niet bekend was.
En daarna is eigenlijk niemand erop doorgegaan. Ook niet in de zin van wat doet dat met een lichaam? Hoe heb je er als sporter last van? Kan je daardoor überhaupt wel topvorm creëren? Dus piekmomenten creëren, want schildkliermedicatie luistert zo nauw dat als het even om de merk, andere dosering, kan je lichaam gewoon weer van slag zijn. En het is eigenlijk erg stil op dat vlak. Dus dat verbaast mij. Niet alleen in schaatsen, maar wereldwijd de discussie. En Marco, in hoeverre zijn er dingen bekend? Enerzijds over de prestatiebevorderendheid. Hè? Is dat onderzocht en aangetoond? Of anderzijds, een van de redenen waarom we in aflevering 43 leerden waarom middelen op de lijst moeten. Veiligheid, gezondheid. Zijn daar nadelige effecten over bekend, dat jij weet? Ja, dat was toen al bekend dat het natuurlijk hartproblematiek onder andere kon geven. Het kon botafbraken geven. En er zat ook tenminste een vermoeden van permanent karakter in. Ja. En dat maakt natuurlijk dat inderdaad vooral dat veiligheidsaspect, dat gezondheidsaspect, misschien wel zwaarder weegt dan het prestatiebevorderend effect. En dat was eigenlijk ook de grootste kritiek die de endocrinologen hadden op de sportartsen. Van ten eerste heb je dan wel ook te verre discussie gevoerd met sporters die dat zouden willen doen. Ondanks dat het oogschijnlijk binnen de lijnen is van wat het op de langere termijn kan betekenen. Ja. Dus vooral dat gezondheidsaspect is misschien ook wel iets belangrijker. Want als dat ontbreekt, dan is het natuurlijk gewoon een supplement. Hè? Want dan staat het niet op de lijst en dan is het gewoon slim presteren. Ja, klopt. Alleen het verschil met een supplement is dat dit echt een medicijn is. Ja. Precies. Ja. Maar het is, voor een medicijn heb je gewoon medische noodzaak. Ja. Ja. Het is wel maf, want wij hebben het eigenlijk met Douwe de Boer onder andere over gehad. Over die uitpuilende lijst hè, met meer dan 300 stoffen. Waarvan juist een groot aantal, ja, lees het meldonium bijvoorbeeld. We niet weten of er amper bewijs is dat het prestatiebevorderend zou zijn en of schadelijk überhaupt. En dat we juist het idee hebben, die lijst moet korter, kan korter. Maar daar, ja, dat we ook het aspect hebben van dat er stoffen dus niet opstaan die ook wel gebruikt, misbruikt worden. En op de een of andere manier dus een beetje tegengehouden worden door de mensen die hoger in... Wacht even voordat het complot hier op tafel komt. Ik heb Herman Ram daar in een andere podcast wel over gehoord. En die zegt, het probleem hiermee is, je kan het niet goed aantonen. Het is niet goed meetbaar, je kan niet goed aantonen. Hoe kijk jij daarnaar, Marco? Nee, maar er zit wel, en dan wil ik niet vervallen tot complottheorie, maar er zit wel een schimmig karakter in de zin van dat er wel lobby's gaande zijn over middelen er wel of niet op te krijgen. Ja. Kijk, met de kennis van nu denk ik dat je kunt vaststellen dat meldonium bijvoorbeeld de stok was om te slaan destijds in de hele Rusland discussie die speelde. En het was duidelijk dat dit vooral een middel was wat in Oost-Europa in zwang was. En inderdaad, je kon de vraag stellen of het nou zo erg was als voorgewend werd. Maar daar blijf ik even van weg, want die kennis ontbeer ik. Maar je zag wel dat het gebruikt werd om op dat moment het punt te kunnen maken. En er staan inderdaad ook, en in dat verlengde eigenlijk zou je dan denken, schildklier zou er ook op moeten staan. Want er staan ook middelen op die schildklier gerelateerd zijn in die zin zelfde medicinale vraagstuk in zich hebben en die staan er wel op. Ja. Ik kan me ook nog herinneren in een verder verleden dat we het hebben gehad over een keer dat middel wat in je knie werd ingespoten, zeg maar het koeienmiddel werd het een beetje genoemd, paardenmiddel. En dat is er afgegaan met een Spaanse lobby nadat het bekend was dat onder andere Müller-Wohlfahrt in Duitsland Nadal ermee injecteerde. Is dat het platelet-rich plasma, denk ik, toch? Of niet? Ja. Jij zegt lobby. Hè? Je zegt, oké, complotten, dat is natuurlijk een nawoord, want dan worden we daar met z'n allen weggezet als gekkies. Maar je zegt, er is wel sprake van lobby's. En dan zou dus, om hem maar even af te maken en in te koppen, hier dus lobby's zijn, misschien ook wel vanuit de Nederlandse schaatssuccessen, om hier niet te veel aan te gaan tornen. Nou, nee, dat is niet zo. Want zeg maar aan de voorkant was juist de dopingautoriteit, ook in die periode en zeker die periode voorafgaand al, was een van de drie pleitbezorgers juist om het wel op de lijst te krijgen. En waren eigenlijk ook zeer verbaasd met hun argumentatie dat het er niet op kwam. En was er eigenlijk vanuit de kant van de dopingautoriteit in Amerika, Groot-Brittannië en Nederland het idee dat er een tegenlobby was. Als het om schildklierhormoon gaat, specifiek.
Ik heb een vraag gevonden. Ja, ik moest even denken aan de monitoring list. Hè. Er zijn altijd stoffen die worden gemonitord. Destijds was het ook met meldonium. En er wordt een beetje gekeken van ja, hoe ontwikkelt zoiets zich. Zoals daar cafeïne al 15 jaar op staat op die manier. Skilled clear hormone nog niet eens op de monitoring list, meen ik. Weet jij hoe dat zit? Nee. Dat klopt. Er is wel destijds ongeveer in de periode dat Nieuwsuur en ik publiceerden, was er toevallig wel een onderzoek gaande. Of het inderdaad bijvoorbeeld op die monitoringlist zou moeten komen of meer. Maar dat is eigenlijk ook een stille dood gestorven. Dus eigenlijk die periode na die publicaties in Nederland over schildklierhormoon, is dat eigenlijk niet internationaal meer een discussie geweest. Maar het is inderdaad ook niet meer op die lijst gekomen op geen enkele manier. Ja. Maar sta jij niet dan te trappelen nu om weer even een vervolg, om daar in dat dossier te duiken, om toch even de actuele stand van zaken op te pikken? Ja en nee. Maar ondertussen denk ik dat schildklierhormoon alweer een gepasseerd station in zekere zin is. Ja. Dus soms merk je eigenlijk ook, je adresseert iets waarvan je veel verwacht. En dat komt niet uit. En soms denk je, het is een non-discussie die heel veel losmaakt in bijvoorbeeld rond doping. Het is altijd een moeilijk in te schatten dynamiek die het wel of niet creëert. Mooi. Ja, want die dynamiek die kwam wel los, sowieso. Op het moment, en natuurlijk dan gaan we een paar jaar terug. Ja, een 2000... bruggetje. Ik hoor hem, ik wou zeggen, ik wil naar die bloedpasfoto, maar dan komt hij. Ja, in 2015, waarin jij, denk ik, prachtig met onder andere Hajo Seppelt, maar ook zelf. Een Duitse journalist is dat, hè? Van de als je, de dopingjournalist toch wel, denk ik, wereldwijd, die veel tegels heeft gelicht, maar... Toen jij naar buiten kwam met de bevinding, misschien moet jij hem gewoon maar samenvatten. Welke bevinding kwam je naar buiten? Nou, het begon eigenlijk eind 2014. Toen ben ik op eigen, of tenminste, toen ben ik nog voor wat toen nog bestond, de persdienst, ben ik naar Kenia afgereisd. De persdienst hield op te bestaan. Je mocht een soort van afscheidsverhaal maken. Ik had gezegd, ik zou wel eigenlijk in de dopingproblematiek in Kenia willen duiken. En tot mijn verrassing kon dat. Had ermee te maken dat ik natuurlijk een jarenlange band had met onder andere Lorna Kipler gehad. Ja. Heb haar autobiografie geschreven. En in die hoedanigheid meerdere malen naar Kenia gereisd. En ergens zag ik rond 2003, 2004 dacht ik een soort van verschuiving in mores te zien. Vooral iets veranderende cultuur, iets minder authentiek dan altijd voorgesteld werd. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om erin te duiken. Nou, ik wist wel, ook gezien de cultuur van Kenia, dat het altijd verstandig is eerst om een reis te maken, om een soort van contact te leggen, veel mensen te spreken, je netwerk weer wat aan te boren. Dat deed ik najaar 2014. Toen stuitte ik al op veel, eigenlijk vanuit de officiële kant, wat al opvallend was. En had ik het gevoel, daar moet ik, het ging kriebelen en mijn nieuwsgierigheid was gewekt en deels eigenlijk al ook bevredigd. Maar de persdienst hield op te bestaan. Mijn krant wilde niet instappen op dat moment, want regionaal. Wat ook te verdedigen valt. Nou, toen heb ik voor het eerst in mijn leven echt gezegd van ik wil mijn hart volgen. Ik ben journalist, ik duik nu in dit onderzoek, het is niet klaar. Toen ben ik op eigen gelegenheid in eerste instantie en met vakantiedagen ben ik teruggereisd naar Kenia. Daar kreeg ik meer bevestiging, maar nog niet de bevestiging waarvan ik vond dat het sluitend was. Toch even checken, Marco. Bevestiging van wat? Waar was je nou op zoek in die tweede reis? Nou, ik was vooral... de eerste reis leverde vooral op dat de gedachten die ik erbij had, die nieuwsgierigheid die ik voelde, het gevoel van veranderende mores, die werd wel bevestigd in die eerste reis. Mm-hmm. En de tweede reis was vooral dan de zoektocht naar wat meer bewijs dan alleen anekdotes. Mm-hmm. Die leverde die tweede reis op. En de derde reis zou voor mij echt de volmaking zijn om echt tot het redelijk complete plaatje te komen. En in die periode was het al zo dat er al geruchten de ronde deden over een lijst van afwijkende bloedwaardes. Niet uiteindelijk de lijst waar we het in de zomer over hebben of zullen hebben. Maar er circuleerde al een lijst en daar zouden ook Keniaan op staan. En ik wist dat die lijst in handen was van Hajo Seppelt. Dus dat is mijn
aanleiding geweest om met hem contact te zoeken van, zou ik inzage in die lijst kunnen hebben? Die kreeg ik niet toen, maar hij stelde wel de tegenvraag van, zou jij wat namen met mij kunnen delen? Dan kan ik controleren of ze op die lijst staan. Mm-hmm. Nou ja, ik heb voor mijn 20-tal namen doorgespeeld en in zeer korte tijd kreeg ik van hem de vraag of er niet een soort van samenwerking opgezet kon worden. Toen had ik wel eigenlijk de indirecte bevestiging dat ik kennelijk qua namen en lijst dat redelijk overeenkwam als het om Kenia ging. En daar is eigenlijk de derde reis uit voortgevloeid, zijn eerste reis voor dit project. En zijn we in het voorjaar van 2015 weer naar Kenia afgereisd. En dat heeft uiteindelijk tot de publicatie geleid. Zowel in documentaire vorm ARD als in schrijvende vorm in mijn titels. Ja. En daar ging het erom dat jij kon zien uit gewoon een hele bulk aan data van de biologisch paspoort, bloedpaspoort. Daar heb jij een deskundige naar laten kijken of een aantal deskundigen. Die constateerde bij een significant aantal atleten dat daar afwijkingen te zien waren. En dan gaat het natuurlijk om de bepaalde afkapwaarden, maar dat bij sommigen zelfs een of-waarde echt was. Dus waarbij eigenlijk actie moet worden ondernomen richting de atletiekbond of de atleten zelf. Dat niet gebeurde. En ja, dus dat en je daar... mag ik nog een klein stukje basis inlassen? Marco, kun je nog heel snel uitleggen, bloedpaspoort, wat is dat en waar hebben jullie naar gekeken? Ja, nou sowieso ga ik nog een stapje even terug. Want er zat een tweeledigheid in het project. Enerzijds was het dat we daar erachter kwamen dat apothekers en dergelijke echt faciliteerde EPO-injecties. Dat heeft weinig met bloedpaspoort in die zin te maken. Want als natuurlijk EPO in je lichaam zit, is dat vaak of bijna altijd geïnjecteerd. En dat is een andere discussie dan puur de bloedpaspoort-discussie. Mm-hmm. Dus dat was zeg maar deel 1. En dat was ook waar die reis uit bestond. Het kunnen aantonen dat daar wel degelijk EPO werd verstrekt vanuit apothekers. En we wilden dat ook op camera hebben. En uiteindelijk hebben we dat aangepakt. Dat was natuurlijk een ethische grens, maar die hebben we wel genomen uiteindelijk. We zijn met een westerse atleet teruggegaan naar een apotheek waar hij een jaar eerder zelf geëxperimenteerd had. Aha. En waar hij geweest was. Dus wij hebben niet zeg maar een apotheker erin geluisterd door zeg maar gewoon te proberen wie hapt toe. Nee, we zijn teruggegaan met een atleet naar een oud adres. En dat heeft uiteindelijk ook het op beeld vastleggen geleid. Dus dat was deel 1. Daarin legden we ook vast dat zeg maar er ook daar een systeem van afkopen was. Dus de grote vissen, om het maar zo te zeggen, kochten het vaak af. Wat je ook in Rusland zag, via de bond. Dus dat bondsysteem of dat systeem achter doping blootleggen, dat vonden we belangrijk. En dat was zeg maar het Keniaanse deel. Later, na terugkeer, kwamen we eigenlijk pas, of Hayo kwam in het bezit van die database. Het was een database van IAAF zelf, tegenwoordig World Athletics. En dat was inderdaad een database van 12.000 testen met in ieder geval abnormale waarden, waarvan een groot deel verdachte waarden, gerelateerd aan om en nabij 5.000 atleten wereldwijd, waaronder ook 72 Nederlanders. En dat was het moment waarop hij mij erbij trok, want in eerste instantie werkte hij samen met de Sunday Times. En Sunday Times en ARD hebben zeg maar twee gerenommeerde Australische experts hebben daarop gezet. En die hebben meegewerkt onder de voorwaarden dat in ieder geval namen niet naar buiten mochten. Want zij wilden zeg maar de aard en omvang blootleggen. Maar zij wilden niet vanuit hun rol zeg maar beschuldigend zijn naar specifieke gevallen. En dat hebben we ook doorgetrokken uiteraard naar Nederland. En het Nederlandse deel, dat hadden zij ook berekend. Maar daar heb ik een soort van second opinion, een dubbelcheck mee ingebouwd. En daar heeft Douwe de Boer aan mee gewerkt. Maastricht, wel bekend. Ja, die hebben we gesproken. En die heeft zeg maar... Ja, die heeft zeg maar de Nederlandse namen, of in ieder geval de potentieel verdachte atleten. Dat was 11% van de 72, dus dat waren er 8. Die heeft hij nog doorgelicht met zijn eigen methode en met de door
de twee Australische experts, Ashenden, Parisotto, gemeten aanpak heeft hij gedaan en zijn eigen aanpak eroverheen gelegd. En hij kwam tot vergelijkbare scores. En in sommige gevallen zelfs was het bij Douwe de Boers methode soms nog verdachter, als het om Nederlanders ging, dan bij hun methodiek. En voor de achtergrond, Douwe de Boer is natuurlijk zelf dopinglabdirecteur in Lissabon geweest. Zeer goed ingevoerd in deze materie. Wordt ook vaak ingezet als expert bij verdediging. En Parisotto en Ashenden zijn vooral betrokken geweest. Onder andere bijvoorbeeld Parisotto bij de ontmaskering van Lance Armstrong destijds. Dus, en jij zegt deze database, toch even, je hebt het over uitslagen. Dus dit was een database met testuitslagen? Of waren dit nou de befaamde bloedpaspoorten? Het waren afgenomen testen. Mm-hmm. En dat leidt natuurlijk inderdaad met die HBN Reto tot een offscore. En die offscore was dusdanig afwijkend dat de twee experts ook zeiden, dit zouden dan resultaten moeten zijn die je nader moet onderzoeken. Ja. Kijk, het afwijkend is niet altijd verdacht. Nee, dat heeft Herman vorige week uitgelegd. Hè? Ze willen heel erg voorkomen dat je vals positieve hebben. Ja, je kan bijvoorbeeld ook denken aan hoogtestage, ziekte, menstruatieperiode, wat leidt tot een andere waarde die in ieder geval afwijkt ten opzichte van je patroon, maar die niet verdacht hoeft te zijn. Wat was de vraag? En dan komen we bij eigenlijk Jurk's vraag, want nu hebben we beter begrepen waar het over ging, wat de data uit. En dan zeg jij, het opvallende in die casus was dat die bonden daar niet leken op te acteren, toch? Dat heb je aanhangig gemaakt toen. Klopt. Het was een database notabene afkomstig van de IAF zelf. En de twee experts stelden vast dat de waarden dusdanig hoog waren dat je atleten niet de baan op moest sturen of de weg op moest sturen, maar eigenlijk rechtstreeks richting het ziekenhuis moest duwen. Want om een voorbeeld te geven, waardes onder de 10 zijn verdacht omdat de bandbreedte te opvallend afwijkend is. En boven de 20 zijn ze gezondheid technisch gevaarlijk. En er werden waardes aangetroffen van schik niet tot 75. Dan ben je gewoon doodziek. In die zin, als je die redenatie hanteert. En het waren gewoon atleten die niet in verband waren gebracht met voorlopige schorsingen of anderszins. En gewoon nog vaak actief waren. Want het was natuurlijk de periode 2000-2012 geweest. Dus we brachten het in 2015. Dus het was nog recent materiaal. Ik wil hem toch even heel scherp maken, Marco. Want als je dit soort getallen zegt, hè, tussen de 10 en 20 en 75. Maar je zegt tegelijkertijd ook, de uitslagen waren niet positief. Dus deze waardes die je nu noemt, gaan over de schommeling dan, denk ik. Gaan over het verschil. Een heel groot verschil. Ja, het gaat over de schommeling. Ja. En kijk maar, tussen 10 en 20 kan het soms even, dan wordt het misschien, ik hou het ook. Ja, we gaan er zo uit hoor, uit de techniek. Maar tussen ik wil het graag goed 10 begrijpen, ja. Tussen 10 en 20 zie je vaak de normale waarden die afwijkend zijn. Dan kan je redelijk snel komen tot een uitlegbaar patroon. Want dat is het eigenlijk. Een afwijkend bloedpaspoort hoort in essentie ingezet te worden om te kijken van, vergt dit nader onderzoek? Ja. En nader onderzoek kan dus ook betekenen vaker testen. Ja. En dat zag je niet terug. Er werd niet vaker getest. Er werd geen onderzoek gedaan. Er werd geen uitleg gevraagd aan atleten. Terwijl die waardes bleven hoog. En dat maakte het gek. Ja, dat is wel interessant. Want ik ben als naïeve wetenschapsjournalist, ben ik later artikelen in de wetenschappelijke literatuur tegengekomen van die onderzoekers, denk ik. Moet wel. Die eigenlijk het gebracht hebben van, we hebben in die periode eigenlijk veel atleten gemonitord, veel gemeten, om eigenlijk een beeld te krijgen van de normaalverdeling van dat bloedpaspoort, om daar als een soort referentiewaarde mee te kunnen gaan werken. En daar gaven ze wel aan, we zien 15-20% in een afwijkende range, zullen we maar zeggen. Maar heel duidelijk aangeven, we weten gewoon nog niet zo goed wat we met dat bloedpaspoort aan moeten. Dat is natuurlijk de manier waarop zij het verkocht hebben, later waarschijnlijk. Maar wat natuurlijk wel, wat jij zegt, zeer laakbaar is, het feit dat er bij echt extreme waarden gewoon geen actie werd ondernomen van,
ga dat herhalen, ga dat vaker doen en waarschuw dan die mensen. Ten meer ook omdat je bij heel veel atleten zag dat ze ook toewerkten naar kampioenschappen. Mm. Dus die afwijkende waardes, die zaten vaak ook op momenten dat ze moesten pieken, zeg maar, omdat daar een kampioenschap aan vast zat. Ja. Gelukkig, we leven 6 jaar later inmiddels. Hoe gaat het nu met het bloedpaspoort? Bijvoorbeeld als... En de opvolging dus. En de opvolging daarvan. Wordt er meer getest? Ja en nee. Want ik kijk nu iets anders aan tegen hoe ze het bloedpaspoort inzetten om dopingzondaars te ontmaskeren. En dat heeft ermee te maken. Kijk, de essentie was altijd, het bloedpaspoort was ondersteunend. Hmm. En bij afwijking moet dat ergens toe leiden. Ondervraging, vaker testen en dergelijke. Wat je nu eigenlijk ziet is dat sinds de oprichting, als je kijkt naar atletiek van de Athletics Integrity Unit, zal 2016-17 denk ik geweest zijn, dat eigenlijk nu het bloedpaspoort wordt ingezet om iemand rechtstreeks te veroordelen. En daar zitten wel op zijn minst genomen raarverbanden aan. En dan ga ik weer terug naar Kenia, want dat maakt het eigenlijk wel mooi en inzichtelijk. Want eigenlijk is ook bepaald destijds, want destijds in de periode dat Hayo en ik dit brachten, werd er weinig bloeddopingtesten werden afgenomen in Kenia. Dat had deels mee te maken dat ze daar niet de laboratoria hadden, deels mee te maken dat je dus moest overbrengen naar een ander land. Soms gewoon met oog op, zeg maar, verkeerde temperatuur en dergelijke, dat gewoon lastig was. Dus het bleef vaak beperkt tot urinetesten. Dat is sindsdien veranderd, want natuurlijk Kenia werd een beetje onder curatele gesteld. De dopingautoriteit werd er opnieuw ingericht met hulp van Noorwegen en China, onder auspicie van Wereld Antidopingagentschap. En de Keniaanse autoriteiten gingen ook volledig meewerken, waardoor daar wel veel bloeddoping testen werden gedaan. Het bloedpaspoort wordt daar heel veel nu gecontroleerd. Je ziet verhoudingsgewijs ook dat heel veel Kenianen nu worden veroordeeld op dat bloedpaspoort. Terwijl het gekke daarin is dat het samenhangende element van dat het ondersteunend zou moeten zijn, heeft Athletics Integrity Unit losgelaten. En ik durf nu zelfs te zeggen dat het bloedpaspoort een soort van smoking gun geworden is, waarin eigenlijk atleten een wilde prooi geworden zijn. Want wat er gebeurd is bij afwijkende waardes, wordt nu gewoon gezegd, de grenswaarde is arbitrair. Ze werken met een algoritme wat je niet kan opvragen, dus je weet niet waar ze zich op baseren. Dus voor de verdediging is dat heel lastig. Er wordt eigenlijk tegen je gezegd van, wij stellen vast dat jij fout bent, toon je gelijk maar aan, maar we leveren je niet de data aan waarin je kan gaan aantonen, waarin je dat kunt aanvechten, zeg maar. En toch weer even een check, Marco, hou vast waar je bent. Nogmaals, om het heel scherp te hebben, wij vinden dat je fout zit, wederom niet op basis van een positieve test, die duidelijk is, maar op basis van een schommeling in je bloedwaardes dus, hè? Zo moet ik het begrijpen. Klopt. Maar dat wordt nu eigenlijk gebruikt als een variant gegeven, wat meteen in de praktijk leidt tot schorsing. Ja. En dat treft vooral de Kenianen. Ik denk dat dat niet zo bedoeld is als zijnde van, we moeten de Kenianen pakken. Maar Kenia is vrij gemakkelijk om, zeg maar, als je, zeg maar, via bloedpaspoort nu, een signaal wil afgeven, een boodschap wil afgeven, of je succes wil aantonen, is Kenia makkelijk, omdat in de praktijk in een straal van 40, 50 kilometer trainen alle Keniaanse toppers. Dat vind je in geen enkel land. Dus je kan vrij eenvoudig met relatief weinig budget, hoge pakkans, in een kleine straal heel veel atleten controleren. En dat gebeurt nu. En het gekke is dat ondanks corona ook heel veel westelingen trainen in Iten en omgeving op hoogte. En voor hen lijkt het toch een soort van safe haven, want zij worden bijna niet gecontroleerd. Ja, ik wou zeggen, worden ze niet gepakt of niet gecontroleerd? Niet gecontroleerd dus. Nee, niet de signalen die mij bereiken ook niet gecontroleerd. Interessant, ja, want ik zit even te denken aan de casus. Ja, wij mogen wel individuele casus Hier, ja, we bespreken. Hebben geen contact meer met Herman Ram. Jara Kerkhoff, hè, dit was toch volgens mij de short trackster die...
ja, een afwijking in haar bloedpaspoort had en bleek uiteindelijk te gaan om een aangeboren hartafwijking, als ik het goed heb, kon in ieder geval verklaren dat zij op hoogte of na een vliegreis een behoorlijke schommeling te zien kreeg. Dat is in ieder geval mijn interpretatie. Maar even nog teruggaan, als ik naar de dopinglijst kijk, dan zie ik wel ergens een aspect van onder de categorie waar ook EPO onder valt. Ja, je mag niet rommelen met je bloed, hè? Geen bloedtransfusie, et cetera. Maar waar staat precies dan gedefinieerd van hoe, kijk, voor stoffen oppikken, dan snappen we dat, hebben we analytische methoden voor. Staat dat ergens gedefinieerd wel in die WADA-code dan, ja, waarop eigenlijk een bloedpaspoort een afwijkende uitslag kan geven? Ken je dat? Nee, zover ik heb kunnen nagaan niet. En er is dus ook heel veel discussie over die grenswaarde, waar is die op gebaseerd, welk algoritme ligt eronder, waar jullie op baseren. Er is bijvoorbeeld, want dat is in een casus die ik ken rond de Keniaanse atleet, is ook gevraagd van, is er bijvoorbeeld ooit onderzoek gedaan of Kenianen misschien, doordat ze op hoogte geboren getogen zijn, van zichzelf al bijvoorbeeld een hogere waarde hebben, die zeg maar atypisch voor een mens is. Maar voor een topsporter of een atleet gebruikelijk zou kunnen zijn. Nou, daarvan is ook eerlijk gezegd door de Athletics Integrity Unit dat die onderzoeken er niet zijn. Dus het lijkt ergens een hele arbitraire waarde die ze hebben bepaald. En het interessante is, er zijn eigenlijk maar 20 experts betrokken bij, zeg maar, die kant van Athletics Integrity Unit, die ook worden ingezet bijvoorbeeld door de IU als ze zeg maar zo'n zaak beginnen. Maar die 20 mogen tot op heden, er zijn er 3 die dan in zo'n commissie stappen die dat gevecht aangaan, om het maar even zo te zeggen. Maar die 17 die daar niet bij betrokken zijn, maar die wel de kennis hebben, bijvoorbeeld waar is het op gebaseerd, hoe zit dat met dat algoritme, daar zou je natuurlijk van kunnen denken, die zou je heel graag in je verdedigingsteam willen hebben, omdat die in ieder geval kunnen aangeven of de discussie inhoudelijk kunnen maken. Dat mag tot op heden niet. Dat voorstel is ooit wel gedaan in die casus van de Keniaan. Athletics Integrity Unit zegt ook dat ze dat een logisch voorstel vinden en zijn daar principieel niet op tegen. Maar World Athletics heeft daar tot op heden geen vrijgeleide voor gegeven, zeg maar, om dat te doen. Dus daardoor is het eigenlijk, nou ja, zoals die manager van die atleet tegen mij zei, het is letterlijk in de praktijk misschien zo. Controleurs komen bij jou thuis. Die zien een lijk in de tuin liggen. Die bellen aan. Er zegt, er ligt een lijk in de tuin. Dus jij bent schuldig. Ja. Er wordt niet gekeken of het lijk misschien over het hek is gedonderd door de buurman. En nou, het klinkt heel basaal, maar dat is eigenlijk de discussie. Denk je dat we, vind je dat we nu doorslaan dus eigenlijk nu? Dat je zegt, joh, door dat bloedpaspoort zo naar voren te trekken, hier sneuvelen mensen onnodig op. Ja, het lijkt alsof er een punt gemaakt wordt om zeg maar aan te tonen dat ze wel degelijk met die dopingjacht bezig zijn. Maar als je dat doet, waarom doe je dat dan niet vertaald zeg maar naar de andere landen? Dus waarom pik je de één land uit? Je hebt het ook nooit benoemd als soort van pilot. Want vanuit een pilotgedachte zou je nog kunnen zeggen, oké, dat moet onderzoeksgegevens opleveren. Dus het is nog niet bedoeld meteen om te veroordelen, maar in ieder geval de patronen te koppelen aan de algoritmes. En daar kunnen we in ieder geval aantonen of het een deugdelijke methode is. Nee, het lijkt hier echt alsof er, net als destijds met meldonium rond Rusland, en nu een punt gemaakt moet worden. En nou ja, waar in dit geval dan heel vervelend Kenia onder lijkt te lijden. En dat heeft deels ook denk ik mee te maken dat de Keniaanse autoriteiten zo meewerken. Dat privacygevoelige informatie speelt daar veel minder dan in westerse landen. En vooral speelt dit binnen de atletiek sport. Het lijkt alsof World Athletics en Athletics Integrity Unit dit als speerpunt hebben gemaakt, waarin je ook in de atletiek eigenlijk verhoudingsgewijs meer dan in andere sporten die whereabouts-fouten ziet terugkeren, die worden aangepakt. Ja, want ik had eigenlijk in de voorbereiding heb ik ook een column van Sean Ingle in The Guardian, die eigenlijk atletiek of World Athletics naar voren brengt van, kijk eens, hier hebben we een bond die echt nu met de bezem door het hele dopinggebruik heen zwaait en dat ontzettend goed doet.
in ieder geval afgaande op de aantal straffen die er zijn. Als je inderdaad bij de IEU kijkt naar het aantal, het is ook heel transparant, in ieder geval transparant in de namen. Je opent de lijst met geschorsten, ja, dan poppen er iets van 400, 500 al op, die dan de afgelopen 4 jaar gestraft zijn. En dat gaat het op straffen van nou, vaak 4 jaar ook. En hij zegt juist van kijk, ja, dit is eigenlijk de manier, hier moeten andere sportbonden ook een voorbeeld aannemen. Dus ik was eigenlijk zoiets van, hé, het gaat de goede kant op, maar als ik jou zo hoor, denk ik, ja, het is doorgeslagen. Nou ja, kijk, het zou misschien wel zo kunnen zijn dat het de manier moet zijn voor de toekomst. Maar creëer dan aan de voorkant wel een eerlijk speelveld. Want iedere atleet, in dit geval dan die gepakt wordt, moet natuurlijk wel het recht hebben, net als in het strafrecht, om zich te kunnen verdedigen. En voor de verdediging heb je natuurlijk wel een soort van transparantie aan de kant van de aanklager nodig. En die transparantie lijkt gewoon te ontbreken. Ja, en dan kan je niet aan de conclusie onttrekken dat er misschien een hoger doel is, namelijk dat ze hun geschonden vertrouwen, World Athletics, wil terugverdienen langs deze weg. Want met alle respect, de huidige president natuurlijk van de IAAF, Sebastian Coe, was destijds onder Lamine Diak wel behoorde tot zeg maar de club die waarschijnlijk toen heeft weggekeken. Seb Coe komt zelf ook voort uit de periode als atleet, waarin bloeddoping gewoon nog getolereerd werd. Hoe kijk je in dit licht, Marco, naar wat ik net zei in mijn introductie over het hertesten in Londen en de vuilste spelen ooit? Is hier dan de soortzelfde hetze aan de gang of hoe duid jij dat? Nou, kijk, ergens vind ik het hertesten vind ik wel logisch, omdat natuurlijk de dopingwetenschappers lopen altijd achter bij de andere wetenschappers. In de zin van, als je nu bijvoorbeeld natuurlijk de discussie kijkt die de komende jaren zal gaan spelen rond gendoping, zal je altijd zien, ze lopen natuurlijk altijd een stapje achter bij de misbruikende kant. Dus dat hertesten snap ik wel. Ergens doet het natuurlijk ook pijn, omdat het natuurlijk heel vervelend is om je af te moeten vragen van wanneer wordt de echte Olympisch kampioen aangewezen. Het berooft natuurlijk de sport ook van zijn puurheid en zijn authenticiteit. Dus dat is jammer. Maar ergens het principe van hertesten begrijp ik wel. Omdat natuurlijk, wat velen natuurlijk ook niet weten, dopingtesten wil niet zeggen dat je natuurlijk alles kan blootleggen. Laboratoria krijgen bij kampioenschappen vaak de opdracht om naar een specifiek stofje te gaan zoeken, omdat men het gevoel heeft dat bijvoorbeeld erg in zwang is in die periode, in die tijdfase. Dus het kan best zo zijn natuurlijk dat er, ik noem wat, EPO gerelateerd zo gezocht wordt en dat er heel veel dopinggebruik is, maar net weer op stofjes die op dat moment nog niet in beeld, niet in het vizier zijn en er wordt niet op gezocht. En ik snap ook dat hertesten wel, omdat in het verleden natuurlijk, de afgelopen jaren heb je een periode gehad dat er relatief weinig dopingzondaars gepakt werden. Omdat natuurlijk met die microdosering, wat heel effectief bleef. Het bleef lang in je lichaam. Het was ook weer snel uit je lichaam. En het had lang na-effect in prestatiebevorderende zin. Dat je dat heel goed kon afstemmen op bijvoorbeeld je whereabouts. Dus dan snap ik dat er wel nieuwe methoden worden gezocht om dit bloot te leggen. Maar dan valt dus ook te verwachten. Hè? We hebben vorige week van Herman Ram geleerd. Iedere 5 jaar krijgt zo'n lab een hele nieuwe uitrusting met betere methoden. Ja. Dus waarschijnlijk zullen we altijd nog een soort staart krijgen. En altijd 5, 6 jaar later nog weer een zwik dopingzondaars vinden. Tot 10 jaar hè? Mogen ze tegenwoordig. Ja. Denk je dat ook? Ja, je loopt ergens altijd achter de waan van de dag aan. En inderdaad, wetende dat op het moment dat je met hertesten die oude waan van de dag probeert te achterhalen, je alweer gepasseerd wordt door de nieuwe waan van de dag. Ja, dat is helaas op dit moment, moeten we concluderen, inherent aan topsport. Ik wil wel een beetje vooruitkijken. Jij noemde net heel even gendoping. En het doet mij denken aflevering 45 met Peter Joosten. Ja. Raakte dat heel kort, maar hij zei eigenlijk, nou, daar weet ik ook niet het naadje van de kous. Wat gaat er aankomen, Marco? Wat wordt de nieuwste dopingtrend? Wat is dat, gendoping? Nou, gendoping is natuurlijk dat je met genetisch materiaal gaat manipuleren en dat weer terugbrengt
Dus eigenlijk potentieel eigen genmateriaal weer terugbrengt in je lichaam. De nadelen daarvan is dat het een permanent karakter hebt. Dus wat je doet, potentieel, doe je eigenlijk voor de rest van je leven. En dan zeker aan de vrouwenkant kan dat, wat onderzoeken nu uitwijzen, verstrekkende gevolgen hebben dan potentieel aan de mannenkant. Kan je een voorbeeld geven? Dus ik zie het niet helemaal voor me. Genmateriaal terugbrengen, wat doe ik dan? Knip ik een stukje van mijn genen? Of? Lichaams-eigen gen kan je inderdaad knippen en weer terugbrengen. En kijk, tot op heden is dat geen discussie geweest, omdat er nooit op getest is. Nee, want ik wil zeggen, gendoping. Tot voor kort. Dus er wordt ook gezegd, gendoping bestaat nog niet. Ik ben ervan overtuigd dat er al gendoping wordt toegepast. Alleen ja, als je het niet test, kan je ook niet vastleggen of het al toch in zwang is. Want dan moet ik toch even... Ja, het staat al wel op de dopinglijst, hè? Gendoping, hè, dat niet mag, zeg maar. En volgens mij is dan... Maar dan vertrouw ik te veel op de wetenschapper. De wetenschappers, dat professor Heisma, heet hij, in Groningen... heeft, nou, misschien een jaar geleden in het nieuws geweest, dat hij in ieder geval een test... Er zijn twee testen. ...ontwerpen heeft die... Ja, er zijn twee testen. Een Australische test en een Nederlands test. En Heisma beweert dan inderdaad dat de Australische test, zeg maar, wat lekker elementjes heeft. En dat de Nederlandse test ook dat zou kunnen afdekken. En dat hij ervan overtuigd is dat het niet manipuleerbaar is. Want zeg maar bij de Australische test, even heel kort gezegd, zou je eromheen kunnen gaan. Dus het gedeelte wat dan eruit geknipt wordt om te onderzoeken, dan kan je bij de Australische test, kan je zeg maar dat gedeelte omzeilen. En dat zou met de Nederlandse test niet kunnen. Maar ja, wat interessant is, en volgens mij is dat nog steeds zo, bij Tokio zouden dus de Australische test, en waarom ze gekozen hebben voor de Australische test en niet voor de Nederlandse test, terwijl Dreisma wel in dat dopingpanel zit, zou je verwachten, waarom gaan ze dan niet voor de Nederlandse test, maar ze hebben gekozen voor de Australische test. En die zou, ik heb niet gehoord dat dat veranderd is, zou geïntroduceerd worden in Tokio. Dus dat zou dan de eerste speler worden waarop gendoping getest zou gaan worden. Sorry dat ik terugkom, jongens, want jullie zitten hier allemaal te knikken, jullie begrijpen het allemaal, maar ik zie het nog steeds niet voor me. Ik snap, ik weet iets van CRISPR-Cas, maar wat doe ik dan? Doe ik dan spierversterking of meer rode bloedlichamen aanmaken? Je wil bijvoorbeeld meer EPO aanmaken, dan zoek je naar het gen dat codeert voor EPO aanmaken. En die kopieer je dan of zo? En dan breng je de gunstige variant op die plek in. En dan weet jij gewoon dat bijvoorbeeld normaal bij een lage zuurstofspanning produceer je zoveel EPO. In dit geval ga je vijfvoudige produceren. Of je hebt niet eens een lage zuurstofspanning nodig om extra EPO te produceren. En hier zit er veel op EPO? Wat is het toepassingsgebied? Dat is denk ik eigenlijk wat ik zoek. Mijn mening als fysioloog is, groeifactoren bijvoorbeeld, de stoffen die nu op de dopinglijst staan bijvoorbeeld. Ja, maar daar word je dan toch op gepakt. Testosteron, ja precies, daar kan je op. Ja, maar het voordeel is dat er dus het ogenschijnlijk het lichaams eigen karakter geeft dat het normaal lijkt. En die test zou dus moeten uitwijzen dat daar wel binnen gemanipuleerd is. Want ogenschijnlijk lijkt het dan lichaams eigen. Maar jij zegt, je veronderstelt dat het al gebeurt. Heb je ook echt aanwijzingen in landen? Ik denk dan meteen aan China op de een of andere manier. Was dat niet die Chinees die met die baby's met de CRISPR-Cas? Dat is een Chinees, ja, toch? Dat klopt. Dat is Chinees onderzoek. Heb je inderdaad aanwijzingen dat er al gendoping in bepaalde landen, dat daarmee, laat ik zo zeggen, geëxperimenteerd wordt? Nee, niet directe bewijzen of meer anekdotisch. En dan inderdaad denk je toch natuurlijk aan de landen die in het verleden of afgelopen decennia ook al aantoonden dat ze daar redelijk ver in wilden gaan en konden gaan. Omdat er een soort van staatsgefaciliteerd systeem onder lag. Ja, dan heb je wel natuurlijk de usual suspects. We maken een reis rond de wereld, hè? Kunnen we nog even dat uitstapje Rusland maken, Gerrit? Ja, heel snel. Maar ik heb ook het gevoel dat we dat al een beetje geraakt hebben. We gaan van Rusland naar Nederland. Maar heel kort. Ja, Rusland. Ik heb het boek nog even gelezen. Net zoals Icarus.
Ja, de straffen. Dit doe je snel, hè? Zelfs voor de kijkers op YouTube. Die zien er niet. Rodchenkov-affaire. Een aanrader, samen met de documentaire Icarus natuurlijk. Uiteindelijk, ja, wat hebben we gezien? Rusland is voor van 4 jaar teruggebrachte straf naar 2 jaar. Ja, hoe zie jij de toekomst van Rusland in als het om het op orde hebben van de dopingcontroles en het in de pas lopen met WADA gaat? Nou, ik denk dat vanuit de dopingautoriteitenkant in Rusland recht wel pogingen worden gedaan om nu zich te gaan conformeren aan de universele regels daarin. Alleen je hebt natuurlijk daarachter natuurlijk een overheid met staatsfaciliterende trekjes die natuurlijk bovennokkend zijn. Ik denk niet dat en je hebt natuurlijk in het verleden ook gezien dat onder andere Rodchenkov, maar ook natuurlijk zijn voorgangers of zijn navolgers. Als je je kritisch opstelt in dat land, loop je natuurlijk de kans dat je op repercussies uitkomt, zelfs tot de dood, tot gevolg. Althans, er zijn 2 mysterieuze doden gevallen aan de dopingautoriteitenkant. Dus de vraag is natuurlijk van waar ligt het belang? Nou, ik denk tot op heden ligt het belang in Rusland niet bij een eerlijk speelveld of het toegeven van dat er een staatsgefaciliteerde vorm onder lag. Dus zolang dat rekenschap afleggen en die erkenningen niet is, denk ik niet dat je kunt verwachten dat er veel gaat veranderen. Aan de andere kant kan je denk ik ook niet dit tot in lengte der dagen volhouden. Dat je op een semi-schors manier een land uitsluit, want natuurlijk onder neutrale vlag kunnen heel veel Russen gewoon weer aan die kampioenschappen meedoen en doen ze in grotere getalen mee dan Nederland straks bij de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook een straf waar je je vragen bij kunt stellen. Maar het is natuurlijk een hoofdpijndossier. Weet jij of de Russische atleten op dit moment dan ook meer getest worden of wordt daar niks bekend over gemaakt? Ja en nee. Ik bedoel, ze worden waarschijnlijk wel meer getest, maar ze worden natuurlijk wel testen vinden vaak wel ik bedoel in internationale context, hè? Dus op het moment dat ze meedoen aan internationale toernooien. Nou, dan zullen ze, neem ik aan, meer getest worden. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon zo'n testing pool. En daar in die testing pool zitten in de praktijk natuurlijk atleten waar je of een verdenking tegen hebt. Of omdat ze zo goed zijn dat je ze vaker wilt testen. Dus dan is het ook logisch dat er in zo'n testing pool veel Russen verhoudingsgewijs zullen zitten. Hey, ik kijk naar de klok en dan wil ik nog één hoofdstukje even aanboren bij je maken. Want je bent niet alleen een hele goede sportjournalist zelf. Maar je bent toevalligerwijs ook nog de voorzitter van de Nederlandse Sportpers. En jouw collega sportjournalist dacht toen, nou daar schrijf ik eens een vraag voor op. Geschiet hem er maar in, Jurgen. Wat had ik opgeschreven? Nou, ik kan het ook wel voorlezen. Ja, kijk, we hebben het al... Sta je niet te popelen om... Kijk, Hajo Seppel die komt om de zoveel tijd met een mooie documentaire over ARD. Met weer een kritische noot tot aan het lichten van een tegel. En in Nederland moeten we het helaas doen met jou bijvoorbeeld. Die dan om de zoveel tijd met een onthulling komt. Volkskrant met de schaatsers. Maar het is allemaal niet zo structureel als bijvoorbeeld, dan kijk ik natuurlijk naar Duitsland of misschien andere landen. Waar kunnen we dat verbeteren? Kunnen we... Waar zit het verschil in eigenlijk? Hoe zie jij dat? Nou, ik vind wel dat wat je natuurlijk gewoon ziet door de jaren heen, dat lezers gewoon veel meer behoefte krijgen aan verdieping, duiding, beschouwing. Dus daar zul je op in moeten spelen, vind ik. En we moeten ervan afstappen dat topsport die raar voor handen niet kent, die natuurlijk ook gewoon in de maatschappij aanwezig is. Corruptie. En dat zit natuurlijk ook in de sport ingebakken. Dus laten we ervan afstappen dat sport zo puur is als we het altijd gepretendeerd hebben. En laten we zeker dan ook van afstappen dat wat er dan nog in het buitenland gebeurt, dan weer niet in Nederland zal gebeuren. Want om een voorbeeld te geven, natuurlijk weer even terug naar die afwijkende bloedwaarde destijds, of die verdachte bloedwaarde. Van de 72 Nederlanders waren er dus 8 verdacht, 11% is dat. Nou, in absolute getallen is dat natuurlijk niet te vergelijken met Kenia. Daar lagen de absolute getallen hoger. Maar de afwijking in Kenia was ook 11%.
Dus daar kan je de conclusie uit trekken dat het in Nederland de mores niet anders zal zijn dan in andere landen. Dus laten we daar gewoon vanaf stappen. En ik vind wel dat de waakhondfunctie die altijd zo uitgevent wordt in de gewone journalistiek, die mogen we, vind ik, toch ook wel gaan hanteren in de sportjournalistiek. Dus ik vind gewoon dat het ook je eer en te plicht en je plicht als journalist is, gerespecteerd journalist is, om je ook te verdiepen in vraagstukken die bij jou al nieuwsgierigheid opwekken. Want dan zullen ze ook, zeg maar, de nieuwsgierigheid of diezelfde vragen leveren waarschijnlijk bij je lezers of kijkers of luisteraarspubliek. Dus ik vind wel dat we verder moeten gaan en dat onderzoek daar een belangrijk deel van moet en kan uitmaken. En dan hebben we natuurlijk niet alleen over doping, kan ook over matchfixing gaan, kan ook over grensoverschrijdend gedrag gaan, wat ik potentieel eigenlijk het belangrijkste dossier vind, want dat raakt gewoon echt aan de veiligheid van kinderen op jonge leeftijd, bijvoorbeeld in een opgroeiende fase. Nou, en ieder ouder wil dat zijn kinderen natuurlijk vrijelijk kunnen sporten zonder zich de vraag te stellen of er onveiligheid onder ligt. Dus ik vind wel dat onze eer is om en ook onze plicht is om dat gewoon uit te zoeken en te adresseren. Dus kortom, een oproep aan alle collega's sportjournalisten die wellicht naar deze aflevering luisteren. Eigenlijk moet de oproep zijn aan sportjournalisten. Nou ja, en er is ook vaak gezegd, kom jij, ik heb het ook zelf gezegd hoor, in het begin in 2015, kom je niet op het kruispunt dat je jezelf de vraag moet stellen, ben ik sportjournalist of ben ik onderzoeksjournalist? En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik niet op dat kruispunt kom. Want enerzijds vind ik het terecht vanuit journalistiek dat je gewoon kritisch moet kijken naar instanties en bestuurders. En bij sport is eigenlijk, als je je daarin gaat verdiepen, dwing je ook heel veel respect af. Want sporters lopen tegen die rafelranden aan. Heel veel sporters hebben daar natuurlijk hun eigen bezwaren bij, of misschien af en toe een gewetensvroeging. Maar de sport is ook wel zo ingericht met contracten en dergelijke, dat je niet altijd je hart kunt luchten, of dat je niet altijd, zeg maar, als klokkenluider naar buiten kunt treden, omdat je eigenlijk daarmee je eigen carrière schetst. Maar sporters zijn daartoe wel bereid, misschien om op de achtergrond veel meer te sparren met de, in dit geval, sportjournalistiek, als ze merken dat de instanties die hen zouden moeten beschermen, ze niet beschermen en soms gewoon eigenlijk het in de hand werken. Dus in dat opzicht denk ik dat er een hele schone taak ligt voor de sportjournalistiek. En dat dat goed kan samengaan met ook gewoon sport in zijn pure vorm beschrijven en becommentariëren. Werk aan de winkel. Ja, mooi. En ik vind een mooie opsomming. Beschouwen, duiden en uitleggen. Dat is precies wat we met deze serie doping specials proberen te doen hier bij de Slimme Presteren podcast. En dankzij jouw tijd vandaag, Marco, hebben we daar volgens mij weer een mooie hoofdstuk aan kunnen toevoegen. Dankjewel voor je, nou, toch ook wel spannende verhalen over je reis naar Kenia en je hele duidelijke uitleg hoe het allemaal werkt. Geen dank. En dan komen we bij het punt dat ik onze kijkers en luisteraars oproep dat we graag met jullie in gesprek willen. We willen horen of je nog vragen hebt, want ik zei het vorige week al, over 2 weken komen we met aflevering 8, de bonusaflevering, waarin we een poging gaan doen om al jouw vragen die je nog hebt over het dopingonderwerp te gaan beantwoorden. Dus stuur ze in via social media, @slimmerpodcast zijn wij op Twitter en Instagram. Je vindt van iedere aflevering een post, daar kun je op reageren of je kunt ons taggen of een DM'tje sturen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, waaronder ook een commentfunctie staat en waarop je kunt reageren. Of, nou ja, als jij misschien wel sporter of topsporter bent, en zoals Marco net zei, je carrière zou kunnen schaden als je dat in het openbare domein doet, kan je ons ook gewoon hartstikke anoniem mailen via post@slimmerpodcast.nl. Wij gaan discreet met jouw vragen en gegevens en anekdotes om, maar vinden het wel heel leuk om van je te horen en we reageren altijd. Tot zover. Dit is de 6e in de serie gasten. Volgende week hebben we nog 1 te gaan. In gesprek met Thijs Zonneveld, waarin we specifiek gaan inzoomen op doping in het wielrennen. Ja. Tot zover. Dank voor deze mooie uitleg en beschouwing, Marco. Dankjewel, Marco. Dank.